waarom zou je hier vandaan komen? Als we die persoon laten gewoon hier vandaan laten komen. Ja. Oké, okay, kunnen we stoppen. Tot daar! Dankjewel! Voor deze specifieke film was het vooral het beeld van de Japanse man Kenzo, die in dat organisme gevangen zit en daar uitstapt. Dat was eigenlijk het beeld wat ik heel graag naar film wilde vertalen. Nou, wat ik zelf eigenlijk wel leuk vind, is dat thema's die je heel veel vindt in mijn werk, zie je ook eigenlijk terug in deze 8 minuten film. Het gaat ook eens over de strijd tussen geborgenheid en vrijheid. En het hele fysieke, het hele aardse en het werkelijke. Bouke, de voorstellingen zijn altijd heel erg visueel en eigenlijk heel filmisch. Het werkt heel veel met licht ook en met filmische gegevens. Daar wil ik eigenlijk al heel lang iets mee doen. Hè. En dit was de kans om het met het materiaal van Bouke en mijn kennis van film, om daar een film over te maken. Houd stil, jongens, we draaien. Ja, inhoudelijk gezien denk ik, Joris werkt iets meer verhalend. Het is ook gewend om veel verhalender te werken. En ik werk gewoon toch wel een stuk abstracter. Het is wel mooi als die hand er ook nog bij zit, maar die kunnen, of Kenzo kunnen we het. Ja, deze hebben we dan ook wel. Daar gaat hij. Ja. We hebben een hele organische samenwerking. Op de set kijk ik gewoon heel erg naar hoe het uiteindelijk gemonteerd moet worden en hoe het technisch allemaal werkt. Dus ik heb vooral het contact met de cameraman en kijk hoe het visueel in elkaar te zetten is. Samen regisseren, dat zou ik eigenlijk niet zo heel snel doen, weet je wel. Dan moet je toch best wel heel erg op één lijn zitten. Maar op de een of andere manier is heel iets organisch tussen Joris en mij. Dat het heel duidelijk is waar hij over gaat en waar ik over ga. Want ik weet natuurlijk eigenlijk helemaal niks van film. Dus dat je dan, als je die shot hebt gedaan, dat je dan ook een tegenshot. En dan weet ik veel of heel veel praktisch. Weet je wel hoe de opbouw van zo'n script of van zo'n dag verloopt? Of zo, dat weet ik allemaal helemaal niet. Dus dat weet Joris dan gelukkig. Met twee verschillende disciplines ben je opeens een film aan het maken. Dus daar was in het begin was daar nog wel eens zoeken naar communicatielijnen en naar structuur. En omdat Bouke ook gewend is om te regisseren, ging die al heel snel plaatjes aanpassen. Terwijl eigenlijk wij nog het shot moesten oplijnen. En zo ging alles een beetje door elkaar heen. Maar dat hebben we naar overleg. Dus we hebben dat zoveel mogelijk proberen op te lossen. Heel even de communicatie moeten we even wat over afspreken, want het gaat niet, ik bedoel, iedereen is, ja, wij communiceren iets samen en dat communiceren we naar Pieter en naar Daan en dan doen zij de rest. Wat is lastig? Dat is ons ding dan niet, maar goed, we gaan zo wel eventjes er doorheen lopen wat we allemaal gaan doen. Op het moment dat je dus buiten filmt, ook al voel je niet, hè, als je naar televisie kijkt, ja, je zit niet in die wind. Maar toch zie je, vind ik, op het scherm, voel je wel dat het echt ook in. Nou, je voelde ergens die elementen, die strijd met de elementen, de kou en de wind. Bouke en ik houden daar heel erg van, dat je ook de echte elementen ziet. En dat mensen ook wel echt een soort van lijden of zo. Of dat je dat je echt dat ziet in kippenvel. En dat kan je gewoon niet in een studio nabootsen. Vorige week waren we echt zo met die rauwe elementen en het was koud. Maar het was wel heel puur en heel echt. Zo de locatie. En dan een week later zie je echt zo'n studio. Het is een heel ander gevoel ook. Vandaag zeg maar, had ik meer van, oh, hier moet Joris meer over zeggen. Dus op zo'n locatie weet ik heel goed, oké, dit gaan we doen. En jullie moeten hier aan denken. Maar vandaag is zo'n filmtechnisch verhaal ook. Dat ik dan soms ook echt afhaak. Ik weet helemaal niet wat de postproductie nog allemaal wel en niet kan oplossen.
Ik denk dat regisseurs die moeten meer de overhand nemen in het vertalen van de dans in een visueel concept. En niet zomaar een dans gaan verfilmen, gewoon maar in een, op een mooie plek. Daar ben ik wel echt blij om. Dat we wel materiaal uit een bestaande voorstelling hebben gemaakt. Maar ook doordat we het hebben gemixt en er iets heel anders weer mee hebben gedaan, is het echt wel heel ver van een voorstelling. Daar ben ik zelf wel blij mee dat het wel echt een film is geworden. Deze ervaring die neem ik zeker mee, omdat we alleen maar visueel konden vertellen. En dat is wel iets wat ik, waar ik het meest van hou en waar ik me meer in wil ontwikkelen. En voor de volgende projecten is dat, heb ik nu wel gemerkt wat gewoon goed werkt. En dat mijn kwaliteit daar ook ligt en dat ik daar gewoon mee door moet gaan. Morgen vond ik mooi. Ja? Het is wel eng om te zeggen dat het sowieso is. Nee, nu juist niet dat je klaar bent. Maar dat betekent dat als we hier tevreden zijn met ons in deze tour. Dan... Ga staan nog voor. Ja? Ja? Zeker? Nee, ik ben niet zeker, ja? Ja, ik volgens mij wel. Ja? Oké, dank jullie wel. Je moet het echt vertalen naar een filmisch verhaal en ook de dansers menselijk maken. Je moet ze echt als acteurs of als karakters moet je ze eigenlijk tegenover elkaar zetten. Het is wel echt een andere benadering. Dan merk je ook wel aan de crew die dan misschien normaal gewend is om je eigen film te filmen. Ze zijn echt wel enthousiast. Ze hebben het gevoel dat het mooi wordt. Maar wel, ja, het is wel echt een gek ding ook.